Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut, waarbij de focus gelegd wordt op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, e-government vergroot privacybescherming burgerdata, wegen die leiden naar de Beekhuizenbrug worden geasfalteerd, klimaatconferentie geopend, op bezoek in Focus, de minister van Binnenlandse Zaken en bestuurskantoren krijgen hand sanitizer dispensers. Welkom to the most forested country in the world. De High Forest Cover, Low Deforestation, HFLD, de klimaatconferentie is geopend in de ballroom van Torarica. Suriname vervult samen met nog 10 andere landen een belangrijke rol als het gaat om een hoog percentage bosbedekking dat de negatieve gevolgen van de verwarming van de aarde minimaliseert. Tijdens deze conferentie wordt er gediscussieerd over hoe de toegang tot middelen te vergemakkelijken om het behoud van deze bossen te garanderen. Wij brengen u enkele fragmenten uit deze conferentie. We know that 30% of the land area of the world is covered by forest. From this 30%, nearly a quarter is located in the HFLD developing countries. And when we know what the value and the role is of forests when it comes to the mitigation and adaptation to negative effects of climate change, then we feel that it is time for a different kind of discussion when it comes to the access of finance to climate. 8% of the international financial resources has been directed to the developing countries, the HFLD countries in the last decades. One cannot expect from these developing countries that we meet our commitments when it comes to the Paris Agreement in the sense of adaptation and mitigation. A very important fact is that the HFLD countries, we have been contributing to the mitigation of the negative effects of climate change even before the existence of the climate change conventions. And at the same time, we are facing serious problems to meet our daily economic, social development challenges. The other fact is that we are being the victims of these negative effects which are not of our making. Suriname took this initiative to join forces with the countries with similar environmental conditions. That's why we're having this conference here for the next 3 days. We expect that the outcome of this conference will help us meet the challenges, help us facilitate access to financial resources, help us to meet our commitment in the social sustainable development goals, and in 2020, when the Paris Agreement is in force, that we are in a position and have the conditions to do that. This should be happening in a joint effort with the rest of the world. Indeed, forests bring pleasure to our lives. Next to culture and leisure, it provides us, among others, food, timber, clean air, and oxygen, but also important benefits as the mitigation and the adaptation to climate change. Ladies and gentlemen, at this stage, I would like to stress that the fact that Suriname for long has maintained 93% of forest cover of total land area, which have been providing multiple benefits to the global community, in particular, combating climate change for current and future generations. Ironically,
Climate change and the sea level rise present huge threats to us as a low-lying coastal state with more than 75% of our population and the majority of our economic and social infrastructure are at the coast. And we are faced with finding remedies to these problems which we did not cause. We are aware of the similarity of the situation for many of you who are living in the HFLD countries. I am here today with you to reiterate Suriname's aspirations to maintaining a high forest cover and a low deforestation rate. We feel that our record obliges us to champion this cause and taking part in leading the charge for better position of HFLD countries anywhere forests and their contribution to sustainable development are on the international and multilateral agenda. We have taken the initiative for this conference as we recognize that together as HFLD countries, we can stand stronger and create a critical mass leading a movement for recognition of our contribution to the global community and cooperate to increase that contribution while we enjoy greater sustained, equitable, and sustainable economic growth. In this endeavor, it is our view that we should build productive relationships with others, which are supportive to this cause. The challenges are huge, especially the mobilization of financial and other resources for this task is an enormous challenge. De brug over het Saramaca-kanaal is zo goed als af. Recentelijk heeft minister Patrick Pengel zich georiënteerd op de locatie waar de nieuwe brug komt te staan. Momenteel is de aannemer bezig met afrondingswerkzaamheden. Eén daarvan is het asfalteren van de wegen die leiden naar deze brug. De redactie van Focus was op locatie en heeft het volgende voor u vastgelegd. Inmiddels hebben we dus de technische inspectie van de brug gehad. De brug is goed bevonden. Hij voldoet aan alle voorwaarden en eisen die gesteld zijn door het ministerie. Dus heel binnenkort hebben we dan de uiteindelijke technische oplevering van de brug. De aansluitwegen naar de brug toe die hebben we aangepakt, omgeleid, aangepast. Zodat het verkeer vrijelijk en makkelijk en technisch verantwoord over de brug kan gaan. De zuidelijke zijde hebben we dus de Sir Winston Churchillweg aangepakt. En aan de noordelijke zijde hebben we de Slangenhoofdstraat ook aangepakt. Zodanig dat het verkeer makkelijk de brug op kan. In principe is het werk van de brug af. Het enige dat we nog moeten doen is dus de verkeersmeubilair. En de beleiding van de brug moet nog aangebracht worden. En de straatverlichting die moet nog gekoppeld worden op het EBS-net. Maar feitelijk is dus de brug af. In het project is meegenomen dat de wegen worden geasfalteerd. Maar ook de wegen die leiden naar de brug, tenminste voor een stukje, hebben wij dus het bromfietspad en voetpad aangebracht. Zodanig dat op de brug die twee gescheiden zijn. Voetpad en bromfietspad gescheiden zijn van de rijbanen. Dat heeft allemaal te maken met de veiligheid van de weggebruikers. In het begin van het project, of in het begin, was men enigszins sceptisch. Men was ook bang dat de werkzaamheden te lang zouden duren. Dat de overlast een groot probleem zou zijn. Wij hebben dus eigenlijk met al deze zaken rekening gehouden. We hebben dus de afsluitingen van verschillende delen, zowel aan de zuidelijke kant en de noordelijke kant,
zodanig ook met de buurtbewoners afgestemd dat de overlast minimaal is. Ik moet nu wel zeggen dat een groot gedeelte van de mensen hier, tenminste de reacties die ik heb ontvangen, dat men heel blij is met deze ontwikkeling. Men ziet het dus als een positieve zaak dat er nog een verbinding over de brug is. En uiteindelijk als alles hier helemaal af is, dan krijg je ook een uitstraling van wat nieuwe zaken die gebeuren in deze omgeving en allemaal dat het er mooi en modern uitziet en dat de mensen nog vele jaren hiervan kunnen genieten. De Surinaamse regering bouwt binnen het e-government platform extra veiligheidskleppen in om de privacy van burgerinformatie te garanderen. Boze tongen beweren dat vanwege de samenwerking met het servicebedrijf Flatacom dit bedrijf toegang zou hebben tot de persoonlijke gegevens van burgers uit Suriname. Niets is minder waar. Dit wordt door de e-government coördinator Gadelito Hewaki ontkracht. Momenteel is het zo dat de overheidsdata overal en nergens ligt. Bij verschillende vendors, als voorbeeld voor de paspoorten, rijbewijzen. Alle documenten die nu worden aangemaakt door de overheid, daar zit de verantwoordelijkheid bij één ambtenaar die de documenten kan aanmaken. En de documenten die zijn vooral voor de ID-kaart onveilig. En de data, daar is de overheid niet de beheerder, meestal niet de beheerder en is sowieso niet de eigenaar van. Dat gebeurt niet alleen bij rijbewijzen, ID-kaarten, paspoorten, maar ook bij ministeries als sociale zaken is dat het geval. Waar wij nu als e-government naar werken, en dat hebben we dus steeds gecommuniceerd, is niet gewoon een ID-kaart, maar een platform waarbij alle documenten veilig aangemaakt kunnen worden, waarbij in de keten van aanmaak er elke rol gespecificeerd is en afgebakend is en dus niet één persoon alle handelingen kan plegen. Daarnaast moet men om toegang te hebben tot het systeem de verschillende credentials hebben zoals een password, een kaart, een smartcard en de biometrische gegevens. Dus het aanmaken van en het beheren van de data is in een veilige omgeving. En nogmaals, de data wordt dus beheerd door de staat Suriname. Wij zijn de eigenaar, wij worden uiteindelijk de eigenaar van deze data. De ID-kaart die is daar ook, heeft daar ook zijn veiligheidskleppen. En of waarmerken waarbij hij dus niet nagemaakt kan worden. Dat gaat dus straks ook gelden voor alle andere documenten. Praktisch gezien wil dat zeggen dat we op een gegeven moment, dus dat het hele systeem gaat veranderen en dat het ietsje langer gaat duren voordat je in aanmerking komt van een ID-kaart. Het is niet lopen naar CBB, ergens een stukje papiertje tekenen, in een kamer verdwijnen, foto maken en binnen anderhalve uur heb je een ID-kaart. Nee, dat wordt het niet. Het wordt net als het huidige paspoortensysteem waarbij u naar CBB gaat, u doet de aanvraag en na een paar dagen krijgt u sms dat u uw document kunt ophalen. En het gemak daarvoor voor de burgerij is dat de mensen van het verre binnenland, Nikeri, Albina, niet naar Paramaribo hoeven om een ID te maken, niet meer dagen verlof hoeven te nemen om naar Paramaribo af te reizen, om een ID te maken en dan terug te gaan. U blijft gewoon in uw district, u doet uw aanvraag en na een paar dagen komt u uw document ophalen. Hoe staat het met de andere documenten, zoals een uittreksel, een nationaliteitsverklaring, geboorteakte? In eerste instantie blijven die nog overeind staan. Wanneer de readers, de instructies voor de readers en het verkrijgen van de authenticatiecertificaten, wanneer dat in place is, zijn die overbodig, omdat dan elke instantie die zo'n reader heeft aangeschaft, en een authenticatiecertificaat heeft, de informatie kan trekken van de kaart. En of een rechtstreeks live verbinding voor banken bijvoorbeeld, komt er dan een live verbinding met of een online verbinding waarbij direct geverifieerd ook kan worden
of u getrouwd bent of niet, uw adres valide is. Dus dat soort van zaken. Het houdt maar niet op. Ik heb het over de fakeberichten die dagelijks worden gedeeld op social media. Zo gaat er nu een bericht rond alsof Valentijnsdag een nationale vrijdag zijn. Minister Noor Salim, die toevallig bij ons op bezoek was voor een update over het ID-kaartenproject, heeft deze bewering naar het Rijk der Fabelen verwezen. Nou, de fake posts van de afgelopen periode waren niet alleen gericht naar de minister van Binnenlandse Zaken, zoals recentelijk, alsof 14 februari een nationale vrije dag is. Ik moest even lachen, het is een heel zoutloze grap. Misschien is men al bij 1 april, ik weet het niet. Maar ook collega's van mij zijn slachtoffer geworden van deze fake post. En ik denk naarmate de verkiezing nadert, zullen wij meer van deze excessen hebben. Maar wat wij moeten weten is dat het sowieso verboden is om zich voor te doen als of jij een bepaalde instantie bent of organisatie, in dit geval het ministerie. Ik zal dus later nog ook even met de PG checken in hoeverre de strafbaarheid ervan kan worden getraced en de mensen althans ook kunnen worden achterhaald en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Het heeft ook wat vragen gebracht in die gemeenschap en dat hebben we ook gezien de vorige keer. We hebben het gezien bij, ik dacht Diwali, was een van de momenten geweest. Daar was het nog gortig weer. Zelf mijn handtekening werd gekot en paste en de header, de brievenhoofd van het ministerie. En, het brengt de regering niet alleen een bepaald discrediet, maar het brengt ook een onzekerheid in die samenleving. Dus van deze plaats wil ik ieder oproepen die deze smaakloze grappen wil uithalen om dat achterwege te laten. De regering zal het niet hierbij laten en zal alle middelen gebruiken om na te gaan of te achterhalen wie de personen zijn. En de nodige maatregelen te treffen en sancties. Ik wil ook de gemeenschap vanuit deze plaats oproepen om de berichten vanuit het ministerie te volgen en niet zozeer social media al zodanig, maar de officiële kanalen zoals wij al de afgelopen periode hebben gedaan via NII, dat is ons officieel kanaal en dat u ook de advertenties welke wij plaatsen in de diverse dagbladen, dat u vanuit dat oogpunt de zaken niet alleen bekijkt, maar die informatie meeneemt. Aldus minister Noor Salim, gaat u dus maar voorbij aan deze onverantwoordelijke berichten. Ik zei u eerder dat de minister bij ons was voor een update over het ID-kaartenproject. Laat ons wederom naar de bewindsman luisteren. We hebben een tijdslijn uitgezet. En een van de zaken welke ook veranderd moest worden, was die wet. Gewijzigd moest worden, was die wet, ID-kaartenwet. Dat is ook al een feit. De staatsbesluiten worden nu gefinaliseerd. Het ligt ook bij de staatsraad inmiddels. We hebben gewerkt aan het personeel, want het is een heel nieuw platform, een nieuw systeem. Naar internationale maatstaven betekent dat je ook moet gaan werken aan je personeel, aan training van je personeel. Daarmee zijn we nu bezig. De faciliteiten, het gebouw, want het moet ook aan bepaalde veiligheids randvoorwaarden moet het voldoen en daarmee zijn we nu bezig. We hebben ook gezegd dat de mensen in de verschillende ver afgelegen gebieden, zoals ons binnenland, achterland, dat de reis die ze maakten de afgelopen jaren om naar de stad te komen om een ID-kaart te maken, tot het verleden zal behoren. Betekent dat je ook daar de faciliteiten moet creëren. Daarmee zijn we nu bezig. En als we alles op een rijtje zetten, dan denk ik dat we zeker voor eind maart 2019, dat is volgende maand, ons eerste ID-kaart kunnen uitrollen. Het betekent niet dat een ieder voor 2020 in het bezit staat zijn van een nieuwe kaart.
simpel om het feit dat wij meer dan 40 locaties hebben landelijk. En nu zijn we bezig 17 locaties af te ronden. Het is de bedoeling om te gaan naar het bestrijken van het hele land. Aan de ene kant hebben we ook in die wet gesteld dat er een overgangsregeling is van 3 jaar. Nou, als je van nu tot 3 jaar telt, dan zijn wij ergens 2022 klaar met alle ID-kaarten. Maar het is wel de bedoeling dat we een oproep gaan doen dat de mensen zoveel als mogelijk hun kaart vernieuwen. De zaken die we hebben vernomen van het bedrijf of over het bedrijf door mensen gepost. Eigenlijk wil ik bijna stellen dat het ook behoort tot de fake post. En ik heb begrepen dat sowieso het bedrijf juridische maatregelen gaat treffen, omdat die informatie niet klopt. En wij hebben in elk geval geen schadelijke effecten op dit moment ervaren van die fake post, laat maar het zo zeggen. Alleen vind ik het jammer dat er een bepaald imago wordt ja, gecreëerd van een bedrijf welke in elk geval tot nu toe heeft bewezen, niet alleen internationaal, maar ook in die samenwerking met ons, dat er goed product geleverd wordt, goede diensten worden geleverd. Momenteel is in de regio geconstateerd dat er een toename is van het aantal gevallen van mensen met griepverschijnselen. In verband hiermee heeft de districtscommissaris Mike Nerkust hand sanitizer dispensers laten plaatsen op het commissariaat en de verschillende bestuurskantoren. Wat we hebben gedaan, we hebben in de afgelopen een paar dingen geconstateerd. En zo is het idee geopperd om hand sanitizers te zetten op verschillende plaatsen op het commissariaat, als ook de bestuurskantoren. Omdat net met om ervoor te zorgen dat bij beweersovergang bestaat altijd de mogelijkheid dat er griepverschijnselen komen. Toch? En daar kan je het hebben dat één persoon misschien niest en dan met zijn of haar handen anderen toevallig aanraakt. Dus dan is het idee geopperd om eigenlijk hand sanitizers te zetten op verschillende plekken op het commissariaat en op de bestuurskantoren. Zodat als iemand überhaupt, laten we zeggen, door weersovergang een kleine griep heeft opgelopen of in het voortraject daarvan is, dat men regelmatig dat je hand hebt, laten we zeggen, iemand een handdruk hebt gegeven of wat hebt gedaan, dat je hand eventjes reinigt. Dus dat is het idee, dat is dan de achterliggende gedachte daarvan. Vandaar we dan op het commissariaat en op alle bestuurskantoren zo een aantal hand sanitizer apparaten hebben gezet. Ik kan alleen zetten wat onder het commissariaat Noord-Oost valt. Toch, het is aan andere ministeries of aan de andere commissariaten, is het dan hun prerogatief als zij dan willen plaatsen voor hun. Toch, ik neem een stukje extra veiligheid in acht. Dus dan hebben we dan dat bijgezet voor de mensen die het commissariaat bezoeken, of de mensen die daar werken, en de mensen die naar de bureaukantoor gaan, die daar werken en of daar bezoeken. Dus als je komt, je hebt iemand de handdoek gegeven, dan is het niet dat je zegt dat de persoon, laten we zeggen, niet rein is, toch maar voor je eigen veiligheid, dat je ook niet een griepje oploopt. Want er zijn de weersveranderingen en daar bestaat de mogelijkheid dat men griep kan krijgen. Nou, dan kan je hand eigenlijk reinigen, waardoor je dan, als je misschien iets zou nuttigen later, dat die bacteriën dan niet naar jou toe komen. U heeft gekeken naar Focus. Bedankt voor uw aandacht en verder een fijne kijkstemming toegewenst. Goeiedag.